ik ben Sjoerd en ik ben hier namens Amiro Media om de Buurtfilm Festival 2016 Award uit te reiken. Nou, wilt u alsjeblieft binnenkomen op het hoofdkantoor van Filmbaksel? We zien op televisie, ik heb hem niet gezien. Ja, en wat ik zo goed vond, Kibret, is dat je meteen aan het einde laat zien van je kunt je film voor 2017 al inleveren. Aanleveren, klopt. Dank jullie wel voor een mooie bijdrage voor het Amsterdam Buurtfilmfestival. Dank jullie wel, toch? Ja, leuk dat je er bent. Precies een mooi jaar geleden was ik hier om lekker baksen van jou gezeten. En nu zit ik ook weer hier. Mooi, heerlijk. Ik voel het zo. Lekker. Goed, vanuit die lekkere ontspanning, Kibbert, wil ik je een paar vragen stellen. Ja. Het is nu een jaar geleden. We staan nu 2 weken voordat het filmfestival begint. Hoe gaat het met het filmfestival nummer 3, Kibbert? Amsterdams Buurtfilmfestival, of in het kort ABFF, editie 3, komt op 9 december in de centrale OBA. De bibliotheek, vlakbij Centraal Station. Nou, weet je wat, Helena? Ik woon nu 21 jaar in Nederland. Mm-hmm. Waarvan bijna 20 jaar hier in Amsterdam. En dat maakt mij denken, geloof ik, dat ik ook bij de Amsterdammers hoor. En ik zie mezelf dus wel mooi als Amsterdammer. Ik vind het zo eer om het Amsterdams Buurtfilmfestival te organiseren. En het is heel spannend hoor. We hebben heel veel hard gewerkt. We hebben mensen gevraagd om een film in te zenden. We hebben mooie flyers gemaakt. We hebben mooie posters gemaakt. We zijn aan het voorbereiden. Dus 9 december is de dag. Die zeggen het ABFF 2017 in Amsterdam. ABFF is nu middels 3 jaar oud. Eerste jaar was in Amsterdam-Oost heel kleine met 50, 60 mensen. Vorig jaar was in het centrum, aan de plantage Middenland, hadden wij rond 250 mensen. En dit jaar gaan wij naar de centrale OBA, die nu al schat. Dus dat is 1. En verder, wij werken dit jaar met meerdere organisaties samen. Waar ik ook graag wil bij deze vermelden is de OBA zelf. De Openbaar Bibliotheek Amsterdam. Daar hebben wij hele mooie brede toegang tot alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat wij ons festival op 9 december in de centrale OBA grote zaal, zowel als nog 2 kleine zaals te organiseren. We hebben mooie financiële ondersteuning van AFK, van Amsterdam Fonds voor de Kunst. En we ook een bijdrage van Prins Bernhard Fonds. We hebben ook een aantal sponsors die zeggen, nou, misschien leuk om voor prijswinnaars een kleine bijdrage te doen. Dus we hebben dit jaar prijswinnaars. En eentje is van publiek prijs, die krijgt ook zo'n €500 met een hele mooie trofee zoals vorig jaar die jullie gekregen hebben. Die trofee is ook een waarde van ongeveer €80. Een mooie trofee. Kim, dat was fantastisch. Kun je iets vertellen over de films die al ingezonden zijn? Nou, in het begin was het een beetje stil, maar de laatste 2-3 weken was het gewoon stroom. Dus we hebben heel veel films binnen gekregen. Mooie films, kort, lang, veel langer ook. Dus we hebben films gekozen die wij op 9 december gaan vertonen. Dat is in totaal zo'n 4 uur vertoningstijd. Ruim 50 films. Maar we moeten ook meer andere films, nou helaas niet kunnen draaien. Het is niet omdat ze niet mooi zijn. Ze zijn allemaal wel mooie films, moet ik zeggen. Maar die passen net niet in ons criteria. Als Amsterdams Buurtfilmfestival. Dus kortom, er zijn heel veel inzendingen gekomen. We hebben heel veel inzendingen binnengekregen. We hebben ook dit jaar een mooie website opgebouwd. Dat heet www.amsterdamsbuurtfilmfestival.nl. Daar kunnen ook mensen kijken naar ons programma, naar ons alle verhaal van Amsterdamse Buurtfilmfestival. Even op mijn bank, relaxen, totdat je weer verder moet. We gaan nog even samen gewoon aan de koffie. Ja. En heel veel succes. Dankjewel. Als ik geen haast had, zou ik gewoon hier de hele dag blijven zitten. Het is gewoon heerlijk, het is gewoon lekker. Helena,
dat is mijn dag. Ik ga niks. Ik ga niet meer werk. Ik ga gewoon blijven liggen. Oh, daar ga ik wel wat van maken, hoor. Oké.